Afgelopen zondagmiddag 23 juli 2017 zijn twee Surinaamse broers van respectievelijk 33 en 35 jaar door zwaar bewapende eenheden van de politie gearresteerd in hun woning aan de Van Itzigastraat nabij de kruising met de Quattaweg. Een van de aangehouden mannen zou de partner zijn van een dochter van APO-parlementariër Ronnie Brunswijk. Dochter Brunswijk, die ook was aangehouden, is inmiddels vrijgelaten. Volgens een verklaring van het ministerie van Justitie en Politie is er informatie als zouden de verdachten terroristische activiteiten ontplooien. Maar zijn er geen feiten en omstandigheden dat de verdachten een gevaar zouden zijn geweest voor een ambassade in Suriname. In het avondblad De West van maandag 24 juli 2017 wordt gemeld dat de twee verdachten, die beiden een Nederlands paspoort hebben, banden zouden hebben met ISIS en dat er veiligheidsfunctionarissen uit Amerika naar Suriname zijn afgereisd om af te stemmen en samen te werken met de Surinaamse regering en inlichtingendiensten hierover. De Waakhond-reportageploeg verzamelde op woensdag 26 juli inlichtingen in de buurt van het adres alwaar de arrestaties plaatsvonden en sprak onder andere met de directe buren. Luistert u naar het volgende verslag. Nou, wat wij gezien hebben is dat hier een hele groep met auto's en overheidsvoertuigen aankwamen. Ik heb niet gezien of er iemand uitgeladen werd of ingeladen. Wat ik heb gezien is dat de achterkant van het huis eigenlijk omsingeld werd. En hier aan de voorkant ook. Ik heb later begrepen dat er een huiszoeking bevel is uitgevoerd daar. En terwijl dat de huiszoeking gaande was, werd het hier helemaal afgezet. En wij hebben later dan op het Facebook gelezen dat er een dreiging is. Terreurdreiging. En dan met name tegen de ambassadeur van Amerika. Meer weten wij er niet van. We hebben het als heel heftig ervaren. Omdat niemand zich eigenlijk richting ons heeft verteld wat er aan de hand is. Tot nu toe niet. Het is met groot geschut gebeurd. Die mannen hadden maskers op. Met wit van die screenmaskers. En onze buurman is afgevoerd met een zwarte zak. Kijk, wat ik heb gezien is heel simpel. Heel wat agenten, maar allemaal gewoon zwarte uniform, om het zo te zeggen. Een aantal waren wel een burger. Er waren ook een paar blanken bij en die hebben het huis dan onderzocht, om het zo te zeggen. Zijn met dingen weggegaan. Daarna hebben ze de buurjongen, want ze zijn met z'n tweeën, maar hebben ze de buurjongen hebben ze meegenomen met een zak over zijn hoofd. Eigenlijk moest die vader ook volgens mij mee. Maar het gekke ervan is dat niemand, geen ene inspecteur langs is geweest en heeft ons op de hoogte gesteld van hé, dat en dat is er aan de hand. Ze zijn weggegaan, twee uur zijn ze hier bezig geweest en ze zijn daarna weggegaan. Niemand heeft ons gezegd van luister, dat en dat is het verhaal. Of als jullie verhaal willen weten of als jullie getraumatiseerd zijn, kunnen jullie contact met zo iemand opnemen, niets. En tegen hoe laat is het gebeurd? 12 uur, rond 12 uur, tussen 12 en 1. Hoeveel mensen hebben ze meegenomen? Nou, vanaf. Dus ik weet niet of hij van hier meegenomen is, maar wij weten dus vanaf de adres waar we hier zijn dat er één persoon met dat zak is afgevoerd. Ja, maar die ene broer die woont niet echt hier meer, om het zo te zeggen. Hij is pas getrouwd, om het zo te zeggen. En hij is nu eindelijk kwam die weer zijn ouders eigenlijk helpen om het bedrijf toch in leven te houden, om het zo te zeggen. Dus zijn broer hebben ze ergens anders gepakt. En hij bij zijn vriendin, denk ik of zo, maar niet hier, om het zo te zeggen. Ze zijn hier naartoe gebracht. Ik woon al 7 jaar hier naast die mensen. En ik heb nooit iets vreemds opgemerkt. Wat ik u eerder zei, als buren leef je met elkaar mee. Hè? Je maakt ruzie met elkaar, je deelt ook liefde met elkaar. Maar dit geloof ik niet. Dit geloof ik niet. Waarom zeg ik dat? We kennen elkaar uit Nederland. Ja? We kennen elkaar hier. We slapen eigenlijk naast elkaar. Ik ken deze jongens alleen maar als hele hardwerkende jongens. Ze verkopen shawarma en ze verkopen vlees. Van de jongste gaat mijn zoontje met hun zoontje om. Mijn zoontje die zegt ook van ja, ze maken altijd grapjes met mij en zo. Het is gewoon ook omdat wij elkaar als buren kennen.
Hij is een tijdje weggevallen geweest en als buren hebben ze echt geprobeerd op te vangen en mij juist naar de moskee te brengen en te bidden. Ik heb nooit iets extremistisch of iets extreems opgemerkt. En ik vind deze beschuldiging eigenlijk, vind ik een grote aantijging, omdat ik vind van je moet iets wel kunnen bewijzen. En wat ik u net eerder zei, als wij als burgers naast zo'n terroristisch gevaar wonen, waarom zijn wij niet ontruimd? Waarom krijgen wij geen bescherming? Waarom worden wij niet op de hoogte gehouden? Bovendien, vanaf het begin, alle berichtgeving klopt van geen kanten. Alle berichtgeving, het spreekt elkaar tegen. Nu wordt er beweerd dat Suriname de inlichtingen zelf verkregen heeft. Maar wij hebben blanke mensen hier gezien. En de manier waarop de jongen af is gevoerd, is ook niet hoe wij dat in Suriname bekend eigenlijk, hoe dat bekend voor ons is. Met de zak of zo, dat zie je meer bij echte rovers of zo, weet je. Maar rovers niet, meestal bij terroristen. Nee, ik voel een stukje onrecht. En hoeveel mensen heeft u ongeveer hier gezien? Meer dan 40 man. Ik denk 20 van die... Zeker in uniform? Gewoon in uniform, maar zo te zeggen. Een aantal onherkenbaar. Een aantal, ik denk, rechercheurs, inspecteurs, om het zo te zeggen. En dan ook, ik weet het niet zeker, een aantal, nou ik zal maar geen aantallen noemen, maar een aantal blanke mensen ook. En ja, kijk, niet om het een of andere, maar wat komen de blanken doen in ons land zo? Nee, kijk, voor mij voelt het helemaal gewoon niet lekker. Waarom? Omdat die jongen dus die eigenlijk die vader helpt, de oudste, waarvan ze het over hebben, de zoon van de... Assemblée, ja, Brunswijk, nou maar dat zo die naam noemen. Die jongen is gewoon echt een keihard werkende gozer, om het zo te zeggen. En het vervelende van is, ik zeg altijd tegen Brada, je moet rusten. Want altijd als hij wakker wordt, dan loopt hij even, dan gaat hij 22, als een zombie loopt hij bijna. En dan is hij altijd maar bezig. Dus als je dat soort activiteiten wil doen... Moet je uitgerust zijn. Toch? Exact. En ik als buurman, ja, je gaat zoiets ga je merken. Maar ik vind het gewoon raar dat wij niks gemerkt hebben. Maar ook dat de politie niet naar je toe komt en zegt van luister nou, zo en zo, zo is het geval. Dat en dat en dat is het. Als jullie vragen hebben of als jullie wat te melden hebben, want je moet een onderzoek doen toch. Jullie zijn de eerste media, of laat maar zeggen de persoon die ons heeft benaderd en vragen wat is aan de hand. Nou wij kunnen alleen maar zeggen wat wij weten van die mensen, wat we kennen van die mensen. Maar wij kunnen niet zeggen van... Waarom ze mee zijn genomen of dit of dat, wat ze hebben meegenomen, dat weten we niet. Maar ik kan alleen maar zeggen, terreurgedachte, nou, het vervelende van is, deze jongens weten wat terreurgedachte is. In Den Haag, in Nederland, een tijdje terug volgens mij, voordat ze kwamen, hebben ze al een aantal terreurgedachten opgepakt. Toen ter tijd, een paar jaar terug. Juist. Dus wij weten een beetje het idee hoe dat is, maar dit, nee. Nee. De ouders weten zelfs niet eens waar ze zijn en alles. En we hebben ook mensenrechten, vind ik, denk ik. Maar ja, het klopt niet. Het als klopt het niet, gevaar want is, dan als het gevaar is, dan hoor je te ons ontruimen. Te ontruimen, toch? En dan hoor je het te zeggen en op de hoogte te houden en explosieven en zo. Waarom wonen wij hier dan nog? En ik vind van de mensen die we hier zien komen met baarden, zijn tijdens de periode dat het Ramadan is. En dan doneren ze vlees in de moskeeën en zo. Ik vind dat deze zaak heel goed onderzocht moet worden. En ik hoop dat er ook vanuit het buitenland, want Suriname kan in de media zoveel zeggen. We hebben blanken hier gezien. Men moet ons niet voor de gek houden. Iedereen komt hier wel eens worst halen en zo. Mochten ze schuldig zijn of iets gedaan hebben, mogen wij niet judgen. Ja, laat het dan God op. Maar ik vraag toch wel te bidden voor deze keihard werkende jongens. Want het zijn toch kinderen, het zijn misschien volwassen, kinderen van iemand, om het zo te zeggen. En dit soort dingen doe je niet. Dus ik vraag toch te bidden voor hun veilige terugkeer. En ik heb begrepen van die ouders dat kleinste jongetje van de jongste zoon, dat hij bij deze hele operatie was toen die vader zeg maar opgepakt werd. Mijn zoontje heeft dat gezien. Ik vind het, ik hoop dat Suriname hiernaar kijkt en dat iedereen ook die hier iets over weet of denkt te weten of ze verklaring over wil geven, uit je ongeloof en komen jullie op voor deze jongens.